roze blaadjes. Kortom, de love seat van Vitesse staat er vanavond zeer romantisch bij. Hier gaan vanavond Raymond en Karin kijken naar Vitesse tegen Willem II. Want zij hebben de actie gewonnen dat zij in de love seat mogen zitten vanavond in de Gelredome op Valentijnsdag. Nou, het is een, zo is het wel leuk, hè, in de love seat zitten. Ja, zeker. Geweldig. 2-0 voorsprong. En de goal is ook nog aan deze kant van het veld. Dus dat is helemaal mooi natuurlijk. Hè? Oostende is gewiekst. Als het in het spel wat moeilijk lukt, dan kunnen ze wel langs zij komen. En ook nog eens winnen. Na twee goede acties die toch starten bij... John, you're a freaking inspiration. I love you, man. But like Kanye West, it is hard to be your fan. What a... Ja, daar zitten we normaal altijd. Hallo jongens. Hey. Gary. Welkom. Leuk jullie hier te hebben. Dit is dus de woonkamer. En daarachter een slaapplaatsje, een parretje en televisie. Alles is gewoon prima geregeld, denk ik. Ja. Cool, ben benieuwd. During the Women's World Cup, the main sponsor of the Swedish national team, Svenska Spel, wanted to help the fans get closer to the team and make the tournament an unforgettable experience. So, how do you give fans unique and exclusive insights when the media coverage is massive, reporting on every step of the team? Well, you skip the middleman and go directly to the source. Hi, I'm me. Hello, me. What the hell, do we have there? Oy. For the first time ever, we had these superstar players randomly call Swedish fans prior to the matches, surprising them with an out-of-the-ordinary experience. What have you tegen ze gezegd? What have you met ze besproken? Ik heb niks besproken. Ik heb gewoon gezegd wat de club met mij doet. Klaar, ik ben PSV, wij zijn PSV, hun niet, dat zijn maar passanten. Ja, die hebben gewoon een contract en goffen om me werken voor de geld. Ja, maar wat doet dat met je, deze staat? Wat dat met mij doet? Godverdomme, ik ben mijn wijf verloren, jongen. Ik heb 3000 euro, ik heb schulden staan, jongen. Die klootzakken wil volgen. Ik heb stadionverbod, alles. Ik volg mijn club alle kanten op. Dat doet dat met mij. Heb je het idee dat het helpt? Dat het iets... Als het niet helpt, is nee, televisie, hè? Laat me niet bang, kom wel goed. Nou, echt waar niet. Geloof me nou maar, dat komt echt wel goed. Wij zijn PSV, wij zijn de club. Niemand anders is de club. Sanders niet, Brands niet, de spelers niet. Wij zijn de club. Al die gasten hier staan, wij zijn PSV.